CDA bestaat binnenkort 25 jaar en dat wordt deze week groots gevierd. In die 25 jaar is de partij met een onderbreking van 8 jaar altijd aan de macht geweest. Met leiders als Dries van Acht en Ruud Lubbers wist de partij grote groepen kiezers aan zich te binden. Minder ging het tijdens het leiderschap van Elko Brinkman, Ineus Heerma en Jaap de Hoop Scheffer. Onder Jan-Peter Balkenende keerde het CDA terug in het centrum van de macht. Een overzicht van 25 jaar christendemocratisch appel. Vanaf het midden van de jaren 70 zien de Christenhistorische Unie, de Antirevolutionaire Partij en de Katholieke Volkspartij hun aanhang slinken. Om politieke invloed te behouden gaan de partijen dan samenwerken. Die samenwerking wordt in 1980 bekroond met de oprichting van het Christendemocratisch Appel. Piet Steenkamp wordt gezien als grondlegger van het CDA. Mijn vurigste wens voor het CDA in de toekomst is dat wij getracht hebben in ons beleid en in ons handelen die opgave waar te maken. Die opdracht werd aan ieder van ons gegeven door degene die zin verleent aan ons werken en die aan het begin en het einde van ons leven staat. De partij is dus uit nood geboren. Met leiders als Dries van Acht en Ruud Lubbers wordt het proces van verval tot staan gebracht en zelfs omgebogen. Het mag ons nooit gaan om de macht als zodanig. Het gaat erom wat je met macht doet. En die macht gebruikt Lubbers. Begin jaren 80 gaat het economisch slecht. Als premier voert hij dan grote bezuinigingen door. En ondanks het brede verzet hiertegen wordt hij populair en groeit het CDA. Het gaat mis met de partij als kroonprins en lijsttrekker Brinkman aankondigt dat hij zowel de WAO als de AOW wil veranderen. Voor Lubbers is dat aanleiding om zijn kroonprins openlijk te laten vallen. Ik ga persoonlijk eens stemmen op nummer 3 van het CDA. De partij leidt dan een dramatisch verlies bij de verkiezingen. Brinkman verlaat het toneel en wordt opgevolgd door Ineus Heerma. Die weet de eenheid in de partij niet te herstellen en wordt weer opgevolgd door Jaap de Hoop Scheffer. Ook oud-diplomaat de Hoop Scheffer redt het niet, ondanks zijn verwoede pogingen om energiek over te komen. Vlak voor de verkiezingen struikelt ook hij. Opnieuw worden dramatische verliezen voorspeld voor het CDA. Jan-Peter Balkenende wordt dan de nieuwe leider. Samen met nieuwkomer Pim Fortuyn trekt hij ten strijde tegen de oude Haagse politiek. Bij de verkiezingen levert hem dat, behalve zetelwinst, ook het premierschap op. Balkenende wordt dan vaak vergeleken met tovenaarsleerling Harry Potter. De jonge premier start een ambitieus hervormingsprogramma, net als zijn grote voorbeeld Ruud Lubbers. Hij weet ook goed wat hij wil. Dat wist hij als kind al. Exact. Met de verkiezingsoverwinning van Balkenende zit het CDA voor het eerst sinds jaren weer in de lift. En daarmee aan het stuur van de Nederlandse politiek. Oh, die kegel van mij betreft mag het nog hebben. Bij ons in de studio Maxime Verhagen, de fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer. Meneer Verhagen, welkom. Als we dat zo zien, is het altijd heel swingend bij het CDA. En al die liedjes, dansen, een swingende Jaap de Hoop Scheffer. Maar insiders vertellen me dat het bij de VVD veel gezelliger is dan bij u. Dat weet ik niet. Ik ben niet zo vaak bij die swingende partijtjes van de VVD. Maar we zijn een leuke partij. We gaan op zich toch ook gewoon plezierig met elkaar om. En proberen ook een beetje, ook het aangename met het nuttige te verenigen. Is er reden tot feest? De partij staat laag in de peilingen. Het vertrouwen in het kabinet is gedaald tot een dieptepunt. Nou, als je bedenkt dat 25 jaar geleden het CDA opgericht is, tot stand is gekomen en sindsdien eigenlijk meerdere malen het einde van het CDA, van de christendemocratie in Nederland voorspeld is, dan zie je dat steeds het CDA weer toch een belangrijke plaats kan innemen in de Nederlandse politiek en dat is reden tot feest. U zegt dat het CDA is veerkrachtig genoeg om ook de komende 25 jaar nog vol te maken. Ja, absoluut. Want ik denk dat we ook op basis van juist onze uitgangspunten nog steeds eigenlijk antwoorden kunnen bieden op de problemen in de samenleving. Wat is voor u het hoogtepunt van de afgelopen 25 jaar?
Nou, eigenlijk ja, het hoogtepunt dat wij weer in 2002 en 2003 de grootste partij werden nadat we 8 jaar in de oppositie gezeten hadden. Ja, nadat u dus dat u weer verantwoordelijkheid mocht dragen. Dat we weer verantwoordelijkheid mogen dragen, omdat je dan toch ook weer een nieuwe kans krijgt om de samenleving in te richten en antwoorden te geven op de vragen van nu. Even naar de actuele politiek. Minister Bot van Buitenlandse Zaken, ook CDA, zei vanmiddag in de Tweede Kamer dat het achteraf beziend was de invasie in Irak misschien niet verstandig. Wat vond u van die opmerking? Achteraf bezien is het misschien niet verstandig dat hij dat gezegd heeft. Het lijkt... Oh, u bent het dus niet met hem eens? Nee, het heeft mij gewoon verbaasd. Ik heb op geen enkele wijze begrepen dat het kabinet tot een ander oordeel is gekomen dan zij ons steeds ook voorgehouden heeft. Ik denk dat ook het heel helder is dat omdat Saddam Hussein op geen enkele wijze medewerking gaf aan de uitvoering van de VN-resoluties en dat dat toen ook op basis daarvan politieke steun is gegeven. Is dit dan een politieke blunder van Bot? Ik denk dat hij het beter niet had kunnen zeggen. En zo ja, ik vind achteraf dat hij het beter niet had kunnen zeggen. En het verbaast mij ook. Dus ik denk dat eerder dat het een slim of de tong is geweest dan dat het nou wel overwogen in ander standpunt van het kabinet is. Maar dat horen we misschien vrijdag. We praten straks met u verder. Want regerend met de VVD lijkt het CDA een nieuwe koers te zijn ingeslagen. Marktwerking is het toverwoord. En het CDA richt zich steeds meer op de grote middenklasse in Nederland. De achterban maakt zich zorgen over het sociale gezicht van het CDA. Want juist dat CDA was toch altijd het schild voor de zwakkeren? Maria Sol sprak met burgemeester Leers van Maastricht en met Doekle Terpstra, tot voor kort voorzitter van het CNV. Sinds 2002 regeert het CDA weer over Nederland. Na 8 jaar oppositie. Grote opgave wordt de hervorming van de sociale zekerheid. De WAO, het ziektekostenstelsel, de WW. Het CDA neemt met VVD en D66 alles op de schop. Marktwerking lijkt daarbij het toverwoord. En ik ben bang dat als we daar in doorgaan, ook op lokaal niveau, dan zijn vaak de mensen die de minste mogelijkheden hebben het slachtoffer, het kind van de rekening. En daar moeten we voor oppassen. Ik vind dat het accent heel erg sterk ligt op de zelfredzaamheid en dat het te weinig ligt op dat thema, dat verbindende thema van de solidariteit. Toen ik net was aangetreden als nieuw politiek leider, toen ging het over, u kent het rijtje wel, haar, pak, bril. En toen heb ik gezegd, ik trek me er niets van aan. En het valt me nu weer op dat men nu praat over mijn gezicht. Over mijn sociaal gezicht. De koers van het CDA lijkt in de 21ste eeuw duidelijk veranderd. Het CDA schuift naar rechts, luidt de kritiek. En wat blijft er nog over van het sociale gezicht? Gert Leers volgt zijn partij vanuit Maastricht. Hij benadrukt dat de hervorming van de sociale zekerheid noodzakelijk is. Ik denk dat er veel voor te zeggen is om een koerswijziging, een stelselherziening en wat dan ook, om die door te zetten, maar niet tegen elke prijs. En wat is dan tegen elke prijs? Niet tegen elke prijs? Er zal altijd een basissolidariteit voor de burger moeten bestaan. En zeker voor degene die niet mee kan. En daar moeten we gewoon onze christendemocratische rol, hè, het appel wat we altijd ook zelf naar onszelf hebben gedaan, voorop blijven stellen. De kleur van de VVD voert de boventoon in het kabinet, vindt Doekle Terpstra, oud-voorzitter van het CNV en nu de baas van de HBO-raad. Ik vind dat het CDA te veel wordt meegezogen in liberale politiek en dat ze te veel wordt meegezogen in financiële kaders en dat ze te weinig een antwoord geeft op de vraag van hoe geven wij solidariteit in het huidige tijdsgewricht vorm en hoe zorgen we ervoor dat we aan het eind van de dag een antwoord kunnen geven op de vraag van wat hebben wij gedaan voor het meest kwetsbare en voor het minste in deze samenleving. De hervorming van de sociale voorzieningen staat in het teken van marktwerking. En het CDA hamert daarbij steeds op de eigen verantwoordelijkheid van de burger. Een zelfstandige, zelfbewuste, individualistische burger moet ook zelf kunnen beslissen en ook de consequenties van zijn beslissingen ervaren. Maar het kan nooit zo zijn dat een grote groep mensen die nauwelijks ruimte hebben voor eigen beslissingen en die geen kansen hebben, toch overgeleverd worden aan de markt. Want dan worden ze prooi van die markt en zal die markt uiteindelijk, die hebben maar één ding voor ogen, en is natuurlijk winst maken.
Mensen hadden mensen nodig, mensen hebben mensen nodig en mensen zullen mensen nodig hebben. En het gaat erom om ook in het politieke bedrijf na te denken over de vraag van hoe geef je dat nou op een eigentijdse manier vorm? En werp mensen niet terug op zichzelf, maar zorg ervoor dat je ook als politieke partij, juist als ChristenDemocratie, die verbindende schakel kunt zijn tussen mensen. Zorg ervoor dat je op een verantwoorde manier vormen van solidariteit blijft organiseren. Neoconservatief noemt oud-fractievoorzitter Bert de Vries de nieuwe koers van het CDA. Met zijn boek Overmoed en Onbehagen gooit hij de knuppel in het hoenderhok. Het CDA is volgens hem te veel bezig met de weerbaren en te weinig met de zwakkeren. Waar men zich op verkijkt, denk ik, is dat er nog altijd ook een heel groot deel van de werknemers zal zijn die grote risico's loopt in een toekomstige ontwikkeling waar weer allerlei nieuwe ontwikkelingen op ons afkomen en mensen ook weer het risico lopen werkloos te worden, niet meer aan de bak te kunnen komen. En ik vind dat je dan daar fatsoenlijke opvangsystemen voor moet hebben. CDA-voorzitter Van Bijsterveld was not amused. De Vries laat de plank mis, kent de feiten niet en zijn toon is die van een oud-minister onwaardig, zei ze. Kritiek, daar houdt het CDA niet van. Gert Leers kan erover meepraten. Hij kreeg de partij over zich heen nadat hij zich in de Volkskrant kritisch over het CDA had uitgelaten. Ijdel tuiterij. Wie denkt Gert Leers wel wie die is? Was het commentaar vanuit de partij. Ik ken genoeg ook CDA's, heel hoog in de partij, die precies hetzelfde denken. Alleen tegen mij zeggen, je moet het niet zeggen. Zeg het nou maar niet. En ik zeg het wel. Omdat ik vind dat je er meer aan hebt om eerlijk met elkaar te communiceren. Dat ook gewoon te zeggen wat bij een grote groep mensen leeft, ook bij CDA's. Dat gewoon met elkaar bespreekbaar te maken, dan kun je er wat mee doen. Dan kun je het veranderen. Maar om ervoor weg te lopen en om dan vervolgens afgeserveerd te worden onder de noemer ijdeltuiterij, ik vind het een beetje erg defensief, laat ik het maar zo als understatement gebruiken. Ik vind het ook een beetje hautain. Ik vind dat de partij moet horen om te gaan met gezonde kritiek. En dat serveer je niet af, maar dat haal je juist erbinnen. En dat is niet een verarming van je profiel, maar dat is een verrijking van je profiel. Maar wat is het gevolg als je niet openstaat voor kritiek? Dat je volhardt in je eigen gereidheid en je eigenzinnigheid en dat dadelijk de consequenties veel erger zijn dan nu enige bijsturing. En dat dan het wel eens zo zou kunnen zijn dat je aanloopt en langzaam maar zeker opbouwt een geweldige weerstand waar je vervolgens tegenaan loopt en dan ook knalhard aan de kant komt te staan en dan voor vele jaren. Over anderhalf jaar zijn er weer verkiezingen. De peilingen zien er voor het CDA niet best uit en het vertrouwen in het kabinet ligt op een historisch dieptepunt. Doekle Terpstra weet wat er moet gebeuren als het CDA in 2007 weer wil regeren. Ik denk dat het dus voor de stabiliteit in dit land een zegen zou zijn als de ChristenDemocraten en de Sociaaldemocraten de krachten zouden bundelen en een stevige coalitie zouden vormen voor dit land. Dat komt de stabiliteit te goede, het komt het vertrouwen van de burgers te goede. En ik denk dat het een geweldig belangrijke koers zou zijn voor dit land. Hier in de studio nog steeds CDA-fractieleider Maxime Verhagen. Meneer Verhagen, twee prominente CDA'ers, niet de minste, met forse kritiek. Het CDA laat zijn oor te veel hangen naar de VVD. Het komt niet meer op voor de sociaal zwakkeren. Reageer u eens. Nou, ik ben het daar niet mee eens. Om de doordevoudige reden dat wij eigenlijk ook als partij hebben we vanaf 98, in de tijd dat we nog in de oppositie zaten, we hebben samen met het Wetenschappelijk Instituut, samen met onze leden, via internetdiscussies, hebben we brede debatten gehad in de partij. Op basis daarvan hebben we een verkiezingsprogramma gemaakt. Wat eigenlijk uitging van de noodzaak van structurele hervormingen, om juist zorg, pensioenen, sociale zekerheid ook voor de toekomst veilig te stellen. Het beleid dat het CDA nu uitvoert is het beleid dat de leden van het CDA willen? Ja, als ik kijk naar het verkiezingsprogramma van het CDA, en ik geef toch mensen ook eens een overweging om dat nog eens na te lezen. Als je kijkt naar wat we doen op het punt van de gezondheidszorg, op het punt van de hervorming van de WO, op het punt van het combineren van zorg voor je kinderen
met werk. De aandacht voor het gezin, dat zijn allemaal keuzes die ook in ons verkiezingsprogramma, gebaseerd ook op rapporten van ons wetenschappelijk instituut, naar voren zijn gekomen en naar uitvoerige debatten juist zijn vastgesteld. Maar nou zegt Terpstra dat eigen verantwoordelijkheid iets anders is dan zelfredzaamheid. Er is absoluut een verschil tussen eigen verantwoordelijkheid, of zoals ik het zelfs liever zeg, gespreide verantwoordelijkheid conform onze eigen uitgangspunten, en zelfredzaamheid. Wat je moet doen bij gespreide verantwoordelijkheid is ook wel mensen aanspreken op hun verantwoordelijkheid, maar tegelijkertijd als overheid ook zorgen dat mensen die verantwoordelijkheid ook kunnen dragen. En als mensen daar niet toe in staat zijn, dan moet de overheid optreden. Nou, dat zie je bijvoorbeeld bij de discussie die we gevoerd hebben over het nieuwe zorgstelsel. Hè, waar iedereen het breed over eens was in onze partij, dat moest komen. Ook de vakbeweging vond dat, ook het CNV. En daar hebben wij gezegd van, we willen wel dat mensen betaalbaar toegang blijven houden tot de gezondheidszorg, ook voor de toekomst. Dus niet alleen bureaucratie en aanpakken en meer efficiënte gezondheidszorg zeker stellen, maar ook door middel van een zorgtoeslag mensen helpen die niet zo'n premie zouden kunnen opbrengen. En dat is niet bureaucratisch? Dat is niet bureaucratisch. Dat lijkt mij meer op het rondpompen van geld, van subsidiegeld. Ja, dat is niet zo, omdat je als je... Je hebt niet meer ambtenaren nodig om uit te rekenen. Er zijn 450 extra ambtenaren bij de Belastingdienst gekomen om die zorgtoeslagen uit te kunnen betalen. Er zijn netto 100 extra ambtenaren gekomen. Er zijn er ook weggegaan op een andere manier. Tegelijkertijd is het zo dat je evenveel mensen nodig hebt om uit te rekenen wat iemand aan een zorgtoeslag krijgt. Of wat je uitrekent dat iemand een inkomensafhankelijke premie zou betalen. En dat moet je ook uitrekenen. Dus dat maakt uiteindelijk niet zoveel uit. Laten we nog eens even naar een ander punt kijken. Wat ook duidelijk werd uit de reportage. Dat is hoe er omgegaan wordt door het CDA met kritiek. Gert Leers had kritiek en werd vervolgens afgeserveerd. Bert de Vries had kritiek. En ja, er gebeurde eigenlijk hetzelfde mee. Hij werd compleet afgebrand na zijn boek. Waarom kunt u daar zo slecht tegen? Nee, als er iets is wat ik in de meer dan 30 jaar dat ik bij het CDA zit, toch heb geleerd, is omgaan met kritiek, hoor. En anders, als je niet kunt omgaan met kritiek, dan moet je ook geen politieke partij willen zijn. Want dat moet een partij van debat zijn. Dat hebben we ook. Maar Leers zegt in de reportage, er zijn heel veel mensen in het CDA die kritiek hebben, die ook hoog in de partij zitten, maar die kritiek niet durven uiten. Hou je mond maar dicht, zegt die letterlijk. Nou, dat zegt hij, dat kan ik niet staven. Ik weet niet wat die mensen tegen hem gezegd hebben, maar als ik zie de debatten die wij gevoerd hebben in de partij, ook op de afgelopen congressen, bijvoorbeeld over asielbeleid, over de sociale zekerheid, over al die andere onderwerpen. Er is een uitvoerig debat, uitvoerige discussie, en daar we hebben ook nog, de partijvoorzitter heeft bij haar aantreden heeft ze gezegd van, ik wil weer dat dit een partij van debat wordt. Heeft toen allerlei ledenbijeenkomsten ook georganiseerd om dat debat juist aan te gaan. Dus ik kan het niet anders zien. U herkent zich niet in die kritiek. Nee, maar als je het niet met iemand eens bent, wil niet zeggen dat je geen debat wilt zijn. Ik ben het niet eens met de analyse die bijvoorbeeld de Vries maakt. Maar u wilt er wel over met hem in debat? Ik wil daar absoluut met hem over debat. Nou zegt Terpstra, een christendemocraat moet zich elke dag de vraag stellen, wat heb ik vandaag voor de sociaal zwakkeren in de samenleving gedaan? Wat heeft Maxime Verhagen vandaag voor de sociaal zwakkeren in de samenleving gedaan? Vandaag heb ik met de Kamer gediscussieerd. Als voorzitter van de Commissie Inlichting en Veiligheidsdiensten over de beveiliging van ons land tegen terrorisme. En ik denk dat iedereen in de samenleving, ook de sociaal zwakkeren, maar ook anderen, dat die beschermd moeten worden tegen dit soort bedreigingen en dat je daarvoor al het mogelijke moet doen. Maar ik denk dat je, als je in zijn algemeenheid een christendemocraat aanspreekt op zijn politiek handelen, en ik denk dat dat voor iedereen geldt van onze fractie of van onze bewindslieden, dat wij ons steeds de vraag stellen, doe ik het wel goed? Want als christen moet je je die vraag stellen. Je hebt een kans om de samenleving in te richten. Je hebt een aantal problemen waar je antwoorden op moet geven, maar je zult je altijd de vraag moeten stellen van, doe ik het wel goed? En stelt u zich dan ook wel eens de vraag, vaart het CDA tegenwoordig een rechtsere koers dan een aantal jaren geleden? Kijk, ik heb niet zoveel met een rechtsere koers of een linksere koers. Wat ik doe is op basis van het verkiezingsprogramma van het CDA antwoorden bieden op de vragen waar we vandaag mee geconfronteerd worden. Dan heb je het over de globalisering, het feit dat banen weggaan, traditionele banen verdwijnen naar andere landen. Je hebt het met internationaal terrorisme, je hebt het over het zekerstellen van een betaalbare toegankelijke gezondheidszorg, ook op termijn. En als je ziet dat bijvoorbeeld de landen waar men zich die vraag niet gesteld heeft, of gedacht heeft van, ik moet maar een beetje populair zijn, leuke dingen roepen,
Dat is dan leiderschap. Die worden geconfronteerd met grote problemen. Een land als Duitsland, 5 miljoen werklozen, een naoorlogsdieptepunt. Die zullen die hervormingen door moeten voeren. Zelfs Schröder erkent nu dat het beleid wat wij hier in Nederland voeren, dat hij dat eigenlijk had moeten doen. En zal dus ook op het punt van de gezondheidszorg zullen ze in Duitsland nu ons navolgen. Hier moet ik het bij laten. Dank u wel voor uw toelichting, meneer Van Hagen. Graag gedaan.